De COVID-maatregelen die de afgelopen weken zijn afgekondigd, zijn redelijk goed nageleefd door de samenleving. Er zijn echter nog enkele mensen die het niet zo nauw nemen met deze maatregelen. Minister Umar Ramadien van Volksgezondheid doet daarom weer een beroep op de gemeenschap om zich te houden aan de regels. Ramadien begrijpt dat het brengen van offers moeilijk is, maar wijst erop dat dit nodig is om de samenleving te beschermen tegen het COVID-19-virus. Het is moeilijk. We brengen offers, de regering brengt offers, maar u als burger brengt de meeste offers. We weten dat u nu geen feest kan vieren. We weten dat u niet meer gezellig samen kan zijn. We weten dat u na uw werk of in het weekend niet makkelijk meer een borreltje kan pakken ergens. Maar die tijden komen terug. Die tijden komen zeker terug als we kijken naar de ontwikkelingen in de wereld. In de wereld zien wij tegenwoordig een dagelijks aantal van 25 miljoen gevallen per dag. Dit is natuurlijk zorgwekkend, maar we weten ook dat de wetenschap niet achterbleef. De wetenschap probeert met man en macht te werken aan een definitief einde van dit gevaarlijk virus. En dat kan alleen wanneer er een vaccin beschikbaar zal zijn. De minister benadrukt dat de lockdown en de andere maatregelen een positief effect hebben op het aantal infecties. Omdat er nu al sprake is van community spreading, zal het van ons gedrag afhangen hoe snel Suriname dit virus onder controle zal hebben. Community spreading die wij nu zien is in Suriname een variant. Community spreading, maar ook nog wel duidelijke cluster cases. Dus clustergevallen, we hebben het in de data aangetoond dat wij vooral in Paramaribo Zuid en Wanica gebieden hebben, maar ook nog wel gelegen gebieden hebben waar er zich veel gevallen voordoen. Community spreading, omdat wij zien dat over geheel Suriname er wel gevallen binnenkomen, wel niet sporadisch, maar er zijn dus wel wat duidelijke clusterzones bekend. Het kan natuurlijk heel lang gaan duren. Het kan aangeven dat wij in Suriname nog genoeg contacten kunnen opsporen. Dus bij positieve meldingen kunnen wij nog iedereen bellen. We kunnen nog iedereen vragen met wie ze in contact zijn geweest. En we kunnen nog iedereen die positief is een isolatieplek aanbieden. Zolang we dus die situatie kunnen garanderen, dan kan je eigenlijk zeggen dat wij in staat zijn nog om de positieven uit de samenleving te halen. Waardoor we weer op zoek gaan naar anderen die potentieel besmet zijn. En proberen met voorlichting en andere maatregelen, handhaving, etc., ook de verspreiding van eventuele gevallen tegen te gaan. Dus dat kan nog een poos duren. Dat was minister Umar Ramadien van Volksgezondheid. Hij sprak vanmorgen in het COVID-19-journaal. De bewindsman vraagt de gemeenschap zich aan de COVID-maatregelen te houden, want het menselijk gedrag is bepalend voor de verspreiding van het COVID-19-virus.